Welkom bij Museum van Loon. Ik ben Bart. Ik heb hier een tentoonstelling. Van Loon is een hartstikke leuk museum. Het is het eerste woonhuis van Ferdinand Bol. Hier heb je de oude ontvangstkamer. En omdat dit de oude ontvangstkamer is, heb je hier de niet zulke hele oude Van Loons van 100 jaar terug. En allemaal portretten van koninklijke gasten die hier geweest zijn. En dan vond ik het leuk om hier een portret op te hangen. Een heel groot portret van Jacob. Die kan heel goed hockeyen. En hij lijkt ook op onze nationale held Johan Cruijff. En hij kijkt je hier aan. Of hij kijkt bijna door je heen. En hier heb je allemaal foto's als hij dan tussen de koninklijke portretten staat, dat hij bezig is met de bal. Het probleem was dat je in dit huis heb je allemaal hele belangrijke van die familieschilderijen. Dus er is niet zoveel ruimte om wat er tussen te hangen. Of sommige, de meeste dingen mogen niet weg, want die zijn heel belangrijk. En hier was net een schilderij uitgeleend aan een andere tentoonstelling. Dus daar kon ik die foto op hangen. En hier heb je leuke landschappen, gespiegelde landschappen die je beneden heb ik hier ook in de vitrine. Nou, hier in de traditie van de portretten heb je een portret van Devon. Devon is een zo'n heel mooie jonge dame die dan beroemd fotomodel is. En ze is niet Negroïde, maar ze is Japans, Amerikaans geloof ik, of in ieder geval Japans. En ze is voor de show bij Victor en Rolf zwart geverfd. Die show was de Black Show, Black. En alles was zwart en ook de mensen waren allemaal zwart geverfd. En toen was ik backstage, heb ik die foto kunnen maken doordat ik achter een bekende Amerikaanse modejournalist ben aangesneakt. Kijk, als je hier bent, dat is heel mooi, dan zie je de cactus naar boven. Dat is een cactus die staat in Egypte bij een kerkje waar Jezus, toen hij naar Egypte was, een tijdje heeft geschuild. En de cactus die lijkt wel een palm. En dat is niet voor niks, want ik heb ook een kamer met allemaal palmen gemaakt. Met een David. En die David die komt hier uit het huis. Kijk, hier door de gang kan je David zien aan het einde. En je ziet hem twee keer. Eén keer gewoon voor het raam en één keer beneden als ivoren beeld. Daar, palm, David. Kom, hier heb je dus nog meer palmen. Of dat is dus een cactus, maar hij lijkt op een palm. En hier heb je de palmenkamer, wat normaal de drakensteenkamer is. Daar hangen panelen uit of schilderijen, een eigenlijk geschilderd behang, wat eerst in de drakensteenkamer was. En dit zijn een soort gewatteerde muurbespanningen die nu in de kamer geplaatst zijn. Dat had heel wat voet in de aarde. Kijk, het loopt helemaal door. Dit is één foto, dit is één foto, dit is één foto, dit is één foto en dat. En daar heb je weer die David van die daar in de gang staat. Mevrouw van Loon Borski uit Amsterdam was een soort Paris Hilton waar de New York Times schreef over de feestjes. En had ze daar een mooie villa in Cannes met palmen. En ik was in Cairo geweest, had ik ook mooie palmen. En ik had daar zoveel palmen gefotografeerd bij een soort waterdrink of een stoeterij voor poloponies die daar Egyptische familie hadden. En daar heb ik deze kamer gefotografeerd.